Het succes van het EK beachvolleybal hangt voor een groot deel af van de prestaties van deze mannen. Als Oranje wint, komt er meer publiek. Natuurlijk heb je te kampen met momenten waarop of Nederland niet speelt of gewoon in de vroege middag waar het iets minder druk is, maar overal zeer tevreden. We hebben vanaf de opening, eigenlijk vanaf dag 1 tot de laatste dag hier in Apeldoorn, Nederlandse teams. En ze winnen gelukkig. Het duo Varenhorst-Bouter mag een ronde verder, ondanks een kleine handicap. Mede dankzij de aanmoediging van een kleine 2000 toeschouwers. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet op de hoogte ben van aantallen. En ik weet dat we 1 keer uitverkocht hebben gehad. Ik weet dat het voor vanavond, dus ja, vanmiddag eigenlijk, goed bezocht gaat worden. Maar voor de rest kijk ik puur naar het sfeertje. En of daar dan een leeg stukje in het stadion tussen zit, ja, so be it. Want eerder deze week zagen de tribunes er zo uit. Ondanks dit exotische vermaak bij time-outs en tussen de wedstrijden. Terug naar de sport van vandaag. We are from Poland. I think they have a chance for a medal in this tournament. Helaas, de Polen redden het niet tegen de Noren. En ook België verliest. We wisten dat het een harde match ging worden. Er zijn op dit moment niet zoveel ploegen meer, 16 ploegen nog in de running. Dus plaatsen voor de kwartfinales zijn duur uiteraard nu. Noorwegen is de winnaar van Apeldoorn. Zij mogen morgen in Den Haag de halve finale gaan spelen. Oranje ligt eruit.